Vandaag help ik je om in 5 simpele stappen je PC stiller te maken. Dus stijgt jouw PC op bij alles wat je doet, of wordt die luid na een tijdje gamen, dan zijn dit handige tips voor jou. Tot zo. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Readings Gaming met vandaag 5 stappen om je te helpen je PC stiller te maken. Deze stappen zijn toe te passen op vrijwel elke PC en helpen je om het probleem te vinden en op te lossen. Dus doe lekker mee en vergeet ook niet om, als het straks gelukt is, even een like te droppen en te abonneren voor meer van dit soort content. Love you. Stap 1. Maak je PC schoon. Je kunt wel aan instellingen gaan zitten, fans bijplaatsen of zelfs complete onderdelen vervangen. Maar als de stoffilters van je kast of de koelblokken van je processor, koeler of videokaart helemaal dicht zitten met je dode huidschilfers, heeft dat natuurlijk allemaal geen zin. Ik heb al meerdere video's gemaakt waar je inspiratie uit kan halen voor het schoonmaken van je PC. Maar natuurlijk hoef je het niet per se zo grondig aan te pakken als ik. De stoffilters van je case kun je gewoon met een stofzuiger al schoon krijgen. Of als het echt heel nasty is, kun je ze eruit halen en afwassen onder de kraan. Voor de koelblokken op je CPU of videokaart zul je zo'n blik perslucht of iets soortgelijks moeten kopen. Stof is je vijand. Het blokkeert luchtstroom en het vertraagt de warmteafgifte van je koelers. Dus weg mee. In veel gevallen lost dit het lawaai al op. In veel gevallen is dat de oorzaak van een luide PC. Denk maar aan een dichtgekoekte PS4. Die maken ook fucking veel lawaai. Stap 2. We gaan nu naar de temperaturen van je hardware kijken. Want we kunnen moeilijk je PC stiller gaan maken als de ventilators op je CPU of videokaart zo hard draaien met een reden. Want als we ze dan nog langzamer laten draaien, dan worden ze nog heter. Ik vind MSI Afterburner een fijn programma om mijn temperaturen mee af te lezen. En het programma heeft meerdere handige functies, zoals je later in de video nog gaat zien. Het is trouwens wel van MSI, maar het werkt gewoon op elke PC, geen zorgen. In het pakketje van MSI Afterburner zitten eigenlijk 2 programma's. Afterburner en RevaTuner. Installeer die allebei. Als je vervolgens Afterburner opent, kun je je temperaturen eigenlijk meteen zien door op Detach te klikken. Je krijgt nu een apart venster met al je temperaturen. Heb je 2 schermen, dan zet je dat venster op je tweede scherm, zodat je ook tijdens het gamen de temperaturen kan aflezen. Heb je dat niet, dan kun je bijvoorbeeld een on-screen display instellen waar je je temperaturen op kan zien. Hiervoor moeten Afterburner en RevaTuner tegelijk draaien. Ga in Afterburner naar instellingen, klik dan op het tabje toezicht en daar zie je een lijst van alle dingen die Afterburner monitort. Nu kun je dingen in je OSD zetten door erop te klikken en in OSD aan te vinken. In dit geval willen we dus GPU temperature en CPU temperature in ons scherm hebben staan. Klik op OK en start een game. Als het goed is, verschijnen de temperaturen vanzelf in beeld. Heel soms werkt het niet. Volgens mij bij CSGO bijvoorbeeld werkt het niet. Wil je de grootte of de positie van je OSD aanpassen, dan moet dat in RevaTuner. In het venster rechtsonder kun je je OSD verslepen en met de zoom slider kun je hem groter en kleiner maken. Oké, laat je game even draaien tot je PC lekker opgewarmd is en veel lawaai maakt. Nu gaan we naar de temperaturen van je CPU en GPU kijken. Je CPU zou maximaal maar ongeveer 90 graden mogen worden, maar onder de 85 is eigenlijk fijner. En je GPU zou maximaal ongeveer 80 graden moeten worden. Maar onder de 85 is ook nog oké. Zit je daar ruim onder, dan is alles oké en kun je gewoon verder. Zit je daar boven, dan is het misschien maar goed dat je ventilator zo hard draaien. Dan zijn de koelers van je CPU en videokaart misschien niet goed genoeg. Of je case laat te weinig lucht door. Of je hebt te weinig case fans. Of de koelpasta van je CPU of GPU moet vervangen worden. Is je PC schoon en zijn je temperaturen oké? Dan gaan we door naar stap 3. We gaan nu kijken wat er precies zoveel geluid maakt. Dus als dat bijvoorbeeld tijdens het gamen is, start dan nu een game. Je PC moet nu geluid gaan maken. Hoe kom je dan nou achter welke ventilator dat lawaai maakt? Nou, ten eerste natuurlijk gewoon door te luisteren. Hè? Haal je zijpaneel er even af en kijk of je door te luisteren kunt horen welke ventilator zoveel lawaai maakt. Trouwens, ik bedenk me nu, dat staat niet in het script, maar als je je paneel eraf haalt en je PC is dan ineens niet meer lawaaierig, dan is de airflow van je case dus kut. Lukt het niet door te luisteren, hou dan om de beurt even je ventilator stil tot het geluid weg is. En als het geluid weg is, dan was het die ventilator, dat lijkt me logisch. Doe dit zoveel mogelijk in het midden van de fan, dus niet aan de uiteindes en vergeet je videokaart niet. En pas op, als je daar onderin gaat, ga daar niet zo paf onderin, want die fanblades die breken af. Ik spreek uit ervaring. Nou, we hebben nu een aantal opties. Het was je CPU-koeler, het was je videokaart, het zijn je case fans, dus de ventilators die aan je case vastzitten. En blijft het geluid aanwezig, dan is het waarschijnlijk de ventilator van je voeding. En hier kun je, behalve schoonmaken, weinig aan doen. Dus neem even contact op met je leverancier als je nog garantie hebt. Is je garantie verlopen, dan zou je kunnen proberen de fan te vervangen, maar dat raad ik niet aan voor beginners.
Was het je CPU cooler, je videokaart of je case fans en zijn je temps oké? Dan kunnen we door naar stap 4. De fan curves aanpassen. Voor de CPU cooler en de case fans kan dat via de BIOS of via de software van je moederbord. Denk aan bijvoorbeeld Asus AI Suite of MSI Center. Heb je zo'n programma niet of heb je geen zin om het te installeren? Guilty. Dan kan het via de BIOS. Of je het nou in de BIOS of in die software doet, het ziet er ongeveer hetzelfde uit. Komt op hetzelfde neer. Als het goed is, heb je natuurlijk al onze video's gezien en weet je al hoe je in de BIOS komt. Nee? Dan wordt het hoog tijd om te subscriben. Doe maar. Je komt in de BIOS door je PC aan te zetten en de delete-knop te spammen. Of in te houden, heb ik laatst van iemand geleerd in de comments. In de BIOS moet je nu je fan control menu'tje gaan zoeken. Daar heeft elke fabrikant zo zijn eigen toffe naam voor verzonnen. Maar er zit eigenlijk altijd fan in de naam. Trouwens, special shout-out naar ASRock, want bij ASRock heet hij Fantastic Tuning. Die naam is zo slecht dat die goed is. Die menu's komen eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde neer. Je hebt zo'n curve en een paar settings. En je kunt per fan header je fan curves aanpassen. Je hebt standaard grafieken, meestal silent, standard, performance of iets dergelijks. En vaak ook full speed. Die gaan we niet gebruiken vandaag. Hè? Je kunt voor het gemak een silent selecteren en kijken of je PC nog steeds zoveel lawaai maakt. Maar vaak is zelfs de silent curve nog vrij agressief. Maar als dat het oplost, dan ben je snel klaar. Daarnaast heb je vaak de keuze uit PWM en DC of voltage. Heb je fans 4 pins aansluitingen, dan moet dat op PWM staan. Heb je fans 3 pins aansluitingen, dan moeten ze op DC staan of voltage. Zet je voltage fans op PWM, dan draaien ze altijd full speed. Dus pas op. Zet je PWM fans op voltage, dan ben je gewoon niet lekker bezig. Goed, selecteer de optie om je eigen curve te tekenen en ga ervoor. Een mooi uitgangspunt is om bijvoorbeeld te beginnen bij 20 tot 30% op 30 graden en dan toenemend stijgend naar 100% op bijvoorbeeld 85 graden. Heb je echt een goede cooler die nooit 100% hoeft te draaien, dan is het niet eens gek om 100% pas te nemen bij 90 of 95 graden. Ik heb het echt al vaker gedaan. Met de punten ertussenin kun je een beetje spelen. Ik maak er persoonlijk altijd zo'n toenemend stijgende lijn van. Zoiets, maar lineair kan ook. Kijk maar wat je fijn vindt. En wat werkt voor jou. Nog een bonus tip. Je kunt bij sommige moederborden ook de fan spin-up time instellen. Het heet niet overal hetzelfde, maar het is altijd iets met time of delay, weet ik veel. Het heeft met tijd te maken in ieder geval. Dit voorkomt dat je ventilators meteen sneller beginnen te draaien bij een piek in de temperatuur. Zodat je niet zo'n irritant schommelend geluid krijgt. Je kent het wel, dat je iets aanklikt en dat je per se dan even zo doet of zo. Bij luchtkoelers is een paar seconden goed, maar bij waterkoelers kun je makkelijk meer dan 10 seconden instellen. We gaan door naar de videokaart. De curve van je GPU kun je aanpassen in toevallig Afterburner. Wat is dat toch een fijn programma. Jammer dat het zo lelijk is, hè? Ja, de skin nu valt mee, maar de vorige skin was echt lelijk. Op het dashboard kun je je GPU fanspeed op een vaste snelheid zetten, maar je kunt ook kiezen voor je eigen curve. En dat vinden we vandaag natuurlijk het meest interessant. Die curve kun je aanpassen bij instellingen onder het tapje ventilator. Ook hier kun je weer een curve tekenen en hetzelfde verhaal als bij de CPU eigenlijk. Succes. Klik op oké en klaar. De laatste stap, stap 5, is testen en tweaken. Je moet natuurlijk wel controleren of je onderdelen niet te heet worden omdat je je fans te langzaam hebt gezet. Of misschien kom je er wel achter dat je je fans nog stiller kan zetten. Experimenteer ook eens met de case fan. Misschien kun je je case fans wel iets harder laten draaien zodat je kaart en CPU cooler meer frisse lucht krijgen, waardoor die minder lawaai maken. Persoonlijk heb ik mijn case fans altijd gewoon op een vaste snelheid staan. Ik zet ze dan dat ik ze net niet hoor, zeg maar. Dus rond de 900 rpm is dat volgens mij, uit mijn hoofd. Als het echt niet lukt, dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat je nieuwe hardware nodig hebt. Misschien moet je gewoon, ik heb het al gezegd, de koelpasta vervangen of is de lager van een van je fans versleten. Als je nog garantie hebt, dan kun je die natuurlijk gewoon claimen, want die fan hoort niet zo snel te verslijten. In ieder geval niet binnen de garantieperiode. Als zelfs dat het niet was, dan wordt het misschien toch tijd voor een nieuwe cooler of een nieuwe case. Goed, dit was je PC stiller maken in 5 stappen. Wat wil je nog meer weten? Laat het weten in de comments. En heb je iets aan deze video gehad of vond je hem gewoon leuk? Drop dan even een like. Subscribe als je nooit meer een video wil missen van Redix Gaming. Heel erg leuk dat je er was en hopelijk tot snel. Doei. Ik zei doei! All right. In het venster rechtsonder kun je je OSD verslepen en met de zoom slider kun je hem groter en kleiner maken. Hadden we die maar ergens anders voor? Om hem kleiner te maken dan, hè?